Kom gauw zitten, Carné, want de hermenie is er al en we gaan naar de optocht kijken. Heren, in 2020 ging de optocht niet door omdat we toen slecht weer hadden. Toen zouden we in maart wel starten, maar toen begon corona. En nu staan we aan de vooravond van eigenlijk in een derde optocht die elkaar van niet doorgaat. Wat doen we met jullie? Ja, we staan eigenlijk te popelen om weer iets te kunnen doen. Want we hebben onze creatie van 2020 nog goed verstopt, weggezet staan. En we wouden echt gigantisch zin hebben om Gerstel te kunnen showen. Verschrikkelijk. Ik vind het echt een groot gemis. Ja, carnaval zonder optocht is voor mij geen carnaval. Nee, dus ik mis het echt heel erg. Hoe vaak hebben jullie nou al met een optocht meegedaan? Sinds 2002 zijn we begonnen in de tijd eerst als de BBC. Toen hadden we de allerlengste wagen, 73 meter. Het was allemaal als maxima. Daarna zijn we begonnen als een rotonde, namelijk de breedste wagen in Moergestel ooit gehad. Helemaal uitvouwbaar, daar komen we nergens tussendoor. En daarna zijn we nog een keer met de allerhoogste wagen van Moergestel door. En zo zijn we doorgegaan. Hebben we even een soort strijd in ons eigen clubje gemaakt om iedere keer groter, hoger, geperfectioneerder te bouwen. Nou, ik was een jaar of 11, 12. Toen heb ik een pakje geleend van Tante Riet. Een zigeunerpakje. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik ooit met de carnavalsoptocht meegelopen heb in Moergestel. Daarna heb ik een jaar of 8 als tambourmeter meegelopen natuurlijk met de windlopers. Was ook niet altijd tof in onze korte rocks. Ik smeet kou weer natuurlijk. En daarna ben ik een jaar of 5, 6 Moergestel uit geweest. Maar alles bij elkaar, ik denk een jaar of 35, 40. Dat ik toch al wel meeloop in de optocht, ja. Hier hebben we weer de pliep. Daar hebben we Mickey weer, de plofkip. De plofkip. Heel overtuigend. En die had een derde prijs gewonnen. Ja. En een blinde geleidehond zit er draait, hoewel ik dat beestje ook niet erg veel vertrouwen heb. CV Kous. CV De Kous zelfs. De Kous. Ja. Die kwam van de schans. Of hij durft niet, dat kan ook. Springkussen, springschans. Trampoline, ja. Springt. Hij wil de boom onder zijn arm. Hoe komen jullie aan uw creaties? Waar wordt het geboren? Ja, zeg maar. Niet? Iemand weet het. Idee en... niet? Dan komen we een keer op tafel zitten en we zien wel wat er van komt. Dag. Mijn creaties... Die zie ik ook wel van optochten, dus buiten Moergestel. Ik denk van, nou, dat is een leuk idee en dan ga ik op verder beduren. Of ik heb mijn eigen idee en ik zie een walnoot op de grond liggen ergens. En dan denk ik, hé, dat kan wel eens een leuk ideetje zijn. En ook wel eens ooit, dan komt het idee spontaan van beelden die ik ergens zie. Of iemand die ik tegenkom. Of het is, eigenlijk wel eigen fantasie vaak ook wel. En vanaf wanneer starten jullie zo met de voorbereidingen? Een week of 5, 6 van tevoren. Zo laat mogelijk eigenlijk. Want we zijn pas heel laat. Sowieso op nieuwjaarsfeestjes. Dan komt ongeveer het idee. We zullen weer eens mee gaan doen met een optocht. En dan beginnen we ongeveer eens te denken. Zullen we een keer een vergadering plannen. Om gaan te kijken wat we gaan doen. En dan is carnaval al heel dichtbij vaak. En dan zorgen we dan, beginnen we langzaam pas. Ja, heel het jaar door ben ik er eigenlijk wel mee bezig. Dus al die ideetjes die schrijf ik in een schrift. En dan om het uit te gaan werken, dan begin ik toch wel zo richting 11-11-bal, prinsverkiezing. Ja, dan begint het al gelijk te kriebelen en dan begin ik al te frutselen. Ja, want je hebt altijd behoorlijke creaties. De hoogste, de breedste, de langste. Hoeveel tijd gaat erin zitten voordat je iets klaar hebt? Dat ligt aan de verf, wanneer dat die dreug is. Hoe eerder dat die dreug is, hoe meer dat we kunnen bouwen. Ja, maar dan gaat er niet bij staan te wachten natuurlijk dat die dreug is. Nee, maar dat weet je. Als het bevroren is, dan dreugt hij niet. En als het dan dooit, dan hebben we als kans dat hij met carnavalsdag eraf loopt. Vier weken ben je altijd sowieso bezig. En dan is het, meestal is de laatste week, dan is het gewoon hooien. Want dan, als het dan niet klaar is, moet dan die laatste week. En dan ben ik gewoon elke avond. Met z'n allen, want anders dan. Meestal gaan we het anders niet redden. Nee. Nou, sowieso begin ik. Ik denk zo eind november.
dan begin ik eigenlijk al wel dingen uit te werken. En richting januari, nou, dan ligt hier heel de keuken vol met allemaal spulletjes daaronder, helemaal gek van wordt. Maar ja, daar ben ik wel toch wel een paar maanden ben ik daar toch wel druk mee. Wat is voor jullie de voornaamste drijfveer om met een optocht mee te doen? Ja, de fun denk ik, de lol, daar begint dan mee bouwen natuurlijk. Ja, dat je daar niks aan vindt, dat moet er niet aan beginnen. Maar, en dan, ja goed, de optocht zelf is natuurlijk een groot feestje. Dus, smeers met de kaart op het veld en om 11 uur gaat eerst flesje bier erin en dan, ja goed. Maar het is ook leuk, ik zeg altijd, het is ook leuk om, kijk, we zijn, nou de helft, meer dan de helft, zijn er wel techneuten die er al mee aan werken. Om daar een stukje techniek in te kunnen verwerken wat je normaal niet aan zou denken of zo. Of ja, iets te creëren waar niemand weet hoe dat iets werkt, ja. Maar het werkt wel. Ja, want het draait en het beweegt meestal allemaal bij jullie. Ja, dus, ja het is meestal wel op houtje-touwtje manier gemaakt, maar het werkt allemaal wel. We hebben ooit een ding gehad, dat ging in een paal, die schoot helemaal omhoog vanuit de kerken. Ja, hoe werkt dat? Ja, Joost mag het weten, maar wij wisten het. Ja. En we krijgen het wel gemaakt. De drijfveer is, ik heb geen carnaval gehad zonder optocht. Dat is voor mij gewoon in Moergestel sowieso. Het samen plezier maken, het plezier van tevoren, de voorpret. Hè, zo maar lekker van tevoren al een idee uitwerken. En dan op de dag zelf van de optocht een worstenbroodje samen eten en een snert. En de optocht mee en de prijsuitreiking. En ja, dat is voor mij wel carnaval. En op welke creatie ben je dan eigenlijk mistrots? Zeg van potverdorie, dat is ons toch eens mooi gelukt. De bandrecorder was een van de mooiste, die heb ik twee keer meegedaan. En de Valentijnshart was heel enorm mooi. En eigenlijk al, ja, bijna alle. Die springen dan uit vanwege de kleur en het vrolijke van de carnaval. Maar qua techniek, qua zegt, vind ik dan die paal en de wagen die we nou klaar hebben staan. Komt, daar zit gewoon, qua techniek is er meer als. Kijk, een bandrecorder was heel, dat zag er heel leuk uit. Maar dat zat, techniek zat er niet in. Maar ik heb ook heel lang werk aan gehad om die bandrecorder te laten draaien. Ja. Met motortjes en riemen die braken en te snel ging en te langzaam draaiden. Ik kijk terug op de creatie. Dat was toen ik voor de eerste keer alleen meedeed. En ja, dat was even wachten. Hier komen de vier geslachten. En dat was een prachtig pak wat ik samen met een vriendin had gemaakt. En ik ging de optocht in en mee niet het idee van God, ik zou wel eens een prijs kunnen winnen alleen. Maar dat was de eerste keer dat ik toen alleen dus de eerste prijs haalde. En daar ben ik eigenlijk wel best wel trots op. Hier overbelast, de mantelzorgers. Mieke Abraken, ja, derde prijs, individueel. Die schoudt kapot met al die mantels. Dit was vroeger, ja, voor mij was het vroeger de BBC, maar nu is het gewoon de familie Moorman, de Kous noemen ze zich. En die beelden allerlei tegenstellingen uit. Ja, ik zie daar een Brabant, ik zie een Fries. Ja, naast elkaar, hè? Ja, maar dat ga je lang goed, hoor. Ja. Er zal ook nog wel een Limburger tussen lopen. Oh, kijk, en blanke en een zwarte. En de blanke en de zwarte. En daarachter zien we rijk en arm. Rijk en... En daarachter zien we... Ja, dat zegt me even niks. De Gers en de Oostenrijkers. De Gers en de Oostenrijkers. Oké, de linkse, toch zo houden. Linkse is verkleed als Oostenrijker. Ja. Had ik die zich al herkend. De wereld moet samentrekken en dat doen ze. Ja. Wat is nou eigenlijk de leukste reactie die je tijdens de optocht ooit onderweg te horen hebt gekregen? Nou, meestal is het 's maandags. Dan gaan we die mensen die nog aan de optocht van verbazing staan nog terug naar huis sturen. Want ja, dat is ook elke keer, elk jaar is dat het doen. Ja. Voor die mensen staan nog steeds te wachten. Ik had een creatie als een oud vrouwtje en dat was te koop oude vaatwasser. En toen herkenden ze me natuurlijk niet, want ik had een masker op. En toen riep iemand tegen me, Cor van Dijk. En op een of andere manier denk ik, nou, en dat vond ik eigenlijk een hele grote eer. Dat ze tegen mij Cor van Dijk riepen, of Cor riepen. Dus ja, Cor, dat was echt een fantastisch mens en ik hoop ook net zo lang door te kunnen gaan als Cor. Dus daar was ik heel blij mee. Waar haalden jullie als groep eigenlijk nou de miste voldoening uit?
samen bouwen en dan tot een mooi resultaat komen. Dan is de voldoening. Dat is het. Het meedoen is leuk. Hè? Natuurlijk is de hoop natuurlijk wat dat je dat goed overkomt bij de mensen en bij jury en bij publiek. Maar het mist is toch wel de voldoening komt wel uit het bouwen en het, het tot stand komen van een mooi product. De voldoening haal ik uit het plezier waar mensen hebben met het contact maken onderweg. Dat ze kunnen lachen, zeg maar. Ik heb ooit met het motto, we blijven goed gemutst, had ik 100 mutsjes gemaakt. Die lagen hier allemaal over de tafel, allemaal verschillende, met een touwtje eraan. En dan deel ik ze onderweg uit. En dan zie je naar de rand, de mensen heel de carnaval, met er goed gemutst mutsje rondlopen. En daar haal ik wel de meeste voldoening uit. De mensen blij maken. Ja. Maar kunnen jullie je eigen voorstellen om een optocht als toeschouwer mee te maken? Nee, nog niet. Voorlopig nog niet. Nee, niet gauw. Nee. Ik blijf zo lang mogelijk, ook als het kan, blijf ik met de optocht meedoen. Ja, en dan ben ik weer deurgewinterde carnavalsbouwers, zeg maar, optochtbouwers. Hebben jullie ook nog een tip voor mensen die twijfelen om aan de optocht mee te doen? Altijd bouwen en altijd meedoen. Dat is altijd goed. Want het is helemaal niet moeilijk. En hulp kunnen we iedereen krijgen. Als je bezig bent met een carnavalswagen, je hebt verf nodig. Je komt hier met een schilderrand, kunnen we verf krijgen, we latjes kunnen krijgen. Plakt, iedereen helpt ermee. Ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer. Het is te gek om mee te doen. Hè? Zoek een paar vrienden bij elkaar. En als je durft, alleen. Want het geeft echt wel heel veel voldoening en gezelligheid en gewoon het samen iets maken. Carnaval in Moergestel is gewoon samen hè, de dingetjes doen. En ik zou zeggen, zet de pakje, doe de brilletje op en doe met de carnaval mee. Dus ik zie jullie de volgende keer allemaal in de optocht lopen. Dus ik kan tegen jullie gerust zeggen, tot de volgende optocht. Zeker weten. Ja. Dan zijn we. Dat is mooi. Tot de volgende optocht, zeker weten. Foto erbij? Ja. Echt lust, wat ze zeggen. Nee, ik heb trein. Ga je ook hier? Dat is lang geleden, hè. Het is goed, dat ga je het allemaal niet in de gaten. Mieke Haalbraak, jawel. Derde prijs bij de individuele. Dat was een noodgeval, maar ja, dat roep ik al jaren. Maar ja, nou, het is toch echt in de gaten. Nou, is het in de gaten, hè? Kijk eens. Ja.